Nog precies 2 weken en dan staan we met z'n allen weer in de stemlokalen. Veel mensen hebben inmiddels al een stemwijze ingevuld en op tv zijn de lijsttrekkersdebatten volop te volgen. Belangrijke thema's worden hierbij uitvoerig besproken. Maar wat is er voor u nou het belangrijkste thema deze verkiezingen? Bepaalt de woningmarkt op wie u stemt of vindt u migratie en asiel belangrijker? Of toch het klimaat? De verkiezingen zijn binnenkort. Wat is voor u het belangrijkste thema binnen deze verkiezingen? Zoals energie, klimaat, migratie, zorg of bestaanszekerheid? Nou, bestaanszekerheid en zorg voor ouderen. Zorg en eventueel de woonruimte voor ouderen. Woningen en klimaat is natuurlijk belangrijk en migratie. Ik vind het wel heel belangrijk, woningen, woningnood. Ik heb zelf 2 zoons, waarvan eentje 23. Ja, en die wil ook wel graag op de Rijn wonen. Dat vind ik toch wel een van de belangrijkste punten. Dus migratie is een issue wat in Nederland aangepakt moet worden. En verder de woningproblematiek. Dat zijn eigenlijk denk ik de 2 belangrijkste issues. Ik vind migratie wel een belangrijk thema inderdaad, ja. Ik denk migratie en milieu, ja. Zorg, die gaat heel erg achteruit. Op welke partij zou u nu sowieso niet stemmen als u... Nou, Wilders bijvoorbeeld. Nou, de VVD heeft er niet zoveel van gebakken de laatste tijd. En nou, de anderen die daar zitten ook niet. Dus... Wauw. Nou, ik ben sowieso meer links dan rechts. Dus nou, daar heb ik niet zo heel veel keuze tegenwoordig. Dus ik ben nog een beetje zwevend welke partij het echt gaat worden. Maar rechts zal het niet worden. Niet? Ik zou nooit PVV of Forum voor Democratie stemmen. Ik zou sowieso niet richting PVV of FVD gaan. Omdat die nou ja, ver van mijn standpunt verwijderd zijn wat dit betreft. Ja, ja op alle rechtse partijen eigenlijk. Ja. Ja, die kleine partijen, dat zegt me allemaal niks. Dus ik ben er nog niet uit, ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk dit keer. Geen flauw idee. Dat moet ik nog even helemaal bekijken. Maar ik heb stemwijze heb ik ingevuld. En daar kwam ik op plus 50 uit. En BBB. Dus ik denk dat het wel BBB wordt. Ja. De boeren. Ja, de boeren, ja.